Welkom bij De Vossenjacht. De GTA-serie van Kicks Games die geïnspireerd is van de serie van StukTV. In deze serie jaagt een drietal op de vos. De vos krijgt 5 minuten voorsprong en moet vervolgens 30 minuten lang om de 5 minuten zijn locatie doorgeven. De jagers moeten de vos levend in handen krijgen. Hem opblazen of van afstand neerschieten heeft weinig zin. De vos die mag zich enkel voorbewegen in zijn oranje pak en oranje wagen. Als de wagen niet meer kan rijden, zal de vos de jacht te voet moeten uitlopen. De jagers mogen switchen van voertuig en zelfs het luchtruim opzoeken, zolang ze de vos uiteindelijk maar kunnen aantikken. De vos mag niet van de wegen af en enkel in openbare gebouwen. De jagers mogen afsnijden hoe en waar ze maar willen. Kan de vos 30 minuten uit de handen blijven? Je ziet het in een nieuwe aflevering van De Vossenjacht. Hey! Van Kicks Games, jullie bekijken naar een gloednieuwe Vossenjacht aflevering. Na de dramatische aflevering van vorige week wordt het tijd voor een nieuwe vos. Eentje die er misschien meer van bakt dan ikzelf. Nee, het kan altijd nog erger, hè? Het kan altijd nog erger. Het kan altijd erger, dat gaat deze vos vandaag bewijzen. Vandaag hebben wij namelijk als vos niemand minder dan... Ronald. Goeiedag, Ronald. Maar even serieus. Wow! Hey, doe even normaal! En we hebben natuurlijk onze medejager, niemand minder dan... Hey, dat hier! Yeah! En die maloot die... Oh, waar is die? Maloot! Maloot! Ja, oh. Ik ben hier! Huh? Dat is wel de beste jager die we hebben, hè? Ja, Mark is officieel de beste jager tot nu toe. Holy shit! Yeah. En dat wil wat zeggen, hoor, mensen. Dat was kort. Hey, jongens, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik ben er niet echt klaar voor. Heb je een tactiek, Ronald? Nope! Volgens mij is het niet zeker. Hey, ik zou zeggen... Het is verstandig voor jou, denk ik, om een telefoon met een stopwatch bij te hebben. Dat je weet wanneer de 5 minuten om zijn. Oké. Heb ik politieacht, man? Ik heb geen flauw idee. Als je op escape drukt, heb je de map achter je. Dan zie je of die sensors rondgaan. Nee. Ja, ik heb het. Oké, cool. Weet je wat? Ik ga daar gewoon vandoor zo. Ja, joh. Jullie moeten... Oh, ik pak weer even een... Hey, Siri. Hey, Ronald. Wat moet je nu weer? Pak stopwatch. Vooruit dan. Yo, Siri. Oké, ik kan op start klikken, jongens. Oké, dan ga ik dat ook doen. En dan zou ik zeggen... 3, 2... Move jullie mij? 1. Succes. Yes. Start. Ik ga jou moven, man. Ik ga jou Doei. Moven. Tot ziens, sukkels. Oké, ik ben doodgeschoten door de politie, dus ik moet even mijn weg terugvinden. Is cool. Oké, ik hoop dat hij weet dat hij stil moet staan als hij als ja, we hem terugslepen. Maar... dat gaan we hem wel vertellen. Maar ja, ik ben oprecht benieuwd wat hij gaat doen. Hij heeft een heel opvallend busje gekozen, man. We hebben de vorige keer een beetje plannetjes van hem gehoord. Ja. Echt? Dat op de trein springen was namelijk zijn idee. Oh. Maar dat mag dus niet. Dat mag dus niet. Nee, mag de weg niet af. En we vroegen ons ook af, mag de vos mensen doodschieten? Ja, hij mag geen auto's stelen, maar hij mag ook mensen heen rijden. Nee, maar hij ging bommen plaatsen op de weg, dat zei hij. Ja, precies. Die. Oh nee, mijn auto is in beslag genomen. Dus we kunnen echt gewoon... Ja, wij mogen hem niet vermoorden. Oké, terwijl de gasten straks naar mij moeten zoeken, is het nu mijn tijd om te shinen. Het kan denk ik niet zo... Oh, ik neem het 0 terug. Ik wou zeggen, het kan niet zo erg als de van Kevin van de vorige keer, maar ik val zo erg ophouden. Wat als ik mijn auto heel erg kapot ga maken, dat ik wat minder opval. Maar wat ik wil doen... Ik ga een totaal andere kant op. Ik sta te denken om op de berg te gaan. Ik weet niet eens, mag je op de berg? Als er wegen zijn, zie ik er geen probleem in. Ik ken de regels nog niet zo goed, jongens. Maar over 4 minuten mag ik een fotootje plaatsen, dus... Oh god, dan kan ik beter... Ik kan beter straks hier een fotootje maken. Hier een fotootje maken en dan weg... Waarom heb ik politie achter me aan? Oh nee. Ik ga gewoon een hele onduidelijke foto maken, weet je wel? Ik ga hier de bocht om. En we move on to the level, zo, weg. Ik ga even kijken waar ik een mooie fotootje kan maken. Ik denk dat hij denkt dat ik... wacht, dit is te moeilijk. Ik denk dat hij in het centrum blijft, gewoon daar hou ik het bij. Want ik zei de vorige keer dat jij de hele tijd uit het centrum zou gaan. Dus dat je uit de stad zou gaan. Maar je ging niet de stad uit. Dus ik denk dat hij dat nou weer denkt dat ik dat denk, snap je? Nee, dus, laat maar. Ik snap wat jij bedoelt. Ja.
Hij zit op de helft van zijn tijd in ieder geval. Ik denk dat sowieso die, de eerste afbeelding natuurlijk, hè? Ja, dus het is nu ook lastig om te zeggen, ik ga die kant op, jij die kant op. Want, ja, dat heeft weinig zin. We moeten gewoon, als we die afbeelding weten, dan moeten we gewoon gaan. En dan een beetje... Maar gewoon alle drie in de auto, toch? Ja, ja, dat ik zeker. Ik ga denk ik mijn auto terug proberen te stelen, zo. Oei. Dus ik begin meteen met de politie. Oh, dat kost tijd. Ik ga gewoon naar dit beukmonster. Ik ga wel hierin, jongens. Jongens, ik ga... Oké. Okay. We gaan zelfs klimmen voor de perfecte foto. Dit is een beetje jammer. Dit is een beetje... Kom op! Niet dat het erg is. Ik kan mijn tijd vullen. Oké, ik ben er helemaal klaar voor. Hoe lang ik ook, nog? Ik wil ook een keer iemand vangen, Marnik. Want dat voelt vast heel erg goed, of niet? Oh, dat is zo fijn. Als je achteraan rent, denk je... Yes, bijna! Bijna! Oké, ik heb nu een minuut de tijd om een foto te maken. Weet je wat? Ik maak de foto al. Ik ga ze echt een poeplocatie geven, hoor. Echt een poeplocatie. Zie je daar een beetje fijn... Je ziet daarachter Fijnboet op de achtergrond. En dus die brengt wat meer in beeld, zo. En dan maken we nu een selfie. Wij maken gewoon alvast een selfie en dan move ik me alvast terug. Oké, jongens. Say cheese! Waarom is Marnik al dood? Ah! Marnik dood, oké. Dat was snel. Ik was nog bezig met een fotootje te maken. Ja. Oh, snel. Ik heb een fantastische locatie gevonden waar ik even een prachtig fotootje voor jullie heb gemaakt, hè. Nou, dat is echt heel fijn. Ik loop eerst even naar mijn auto voordat ik weer weg kan crossen. Heb je ook al een GPS-locatie? Oh ja, kut, die moet ik ook geven. Oh, mijn foto is niet opgeslagen, dus ik geef jullie eventjes eerst de locatie. Nee, ik ga nog niet de locatie geven. Ik wil eerst nog even een mooi selfie voor jullie maken, hoor. Ja, want ik ben wel benieuwd hoe je erbij staat. Oké, eerst die eerste, maar even kijken. Mag ik ondertussen weer wegrijden? Ja. Nee, gewoon wachten, hè. Hallo? Ja, jullie bullshit erbij nu. Nee, serieus. Oké, waar ben je op de map? Ja, ik weet niet waar dit is. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen waar dit is, maar het is een soort industrieterreintje. Hij doet wel de duckface. Ik doe de duckface. Ik zie het, ja. Grote lippen, man. Jezus. Wow, dat is dichtbij. Dat is dichtbij. Zie je ons op de kaart staan? Ja, je ziet ons. Oh ja, we zien nog net op de kaart. Oké, guys. Ja, wacht. Door. Ik zet de timer op 3, 2, 1, go. Oké, daar ga ik dan. Oh shit, ik ben bang. Ze gaan me vinden. Maar hier zijn van die zandpaden. Ik ga hier gewoon doorheen. Ik weet niet of het mag. Kan ik hier onderdoor? Ja, oké. Wij gaan gewoon nu van die hele smerige kant op. Dus ze gaan me makkelijk vinden. Ik heb het zo erg verprut. Mag je stilstaan? Of mag je ook heel sloom rijden? Oké, eentje via noord, eentje via zuid. Ik ga via zuid. Hij richt naar Zuid met zijn neus. Ik ga sowieso naar Zuid. En Edeldier moet nog ontsnappen. Jurgen moet nog ontsnappen. Ja, ik ben nu eruit. Oké, ik rij gewoon die snelweg af. In de hoop dat ik hem daar naar beneden zie komen. Want dat is vet een kronkelwegje, hè, waar die zit. Ja. Oh, maar industrieterrein is echt een shitregio om te gaan zoeken. Ja. Ja, maar zou die daar blijven? Nee, waarschijnlijk niet, toch? Nee, hij gaat wel verplaatsen. Maar welke kant op? Gaat hij ook naar Zuid nu? Want hij richt naar Zuid met zijn auto, zie ik. Ja. Waarschijnlijk gaat hij sowieso wel de stad weer meer in. Oké. Ah, ik heb politie achter me aan. Hoe dat dan nou weer? Wat heeft die politie met mij? Weet je wat? Ik ga gewoon richting de Fineboot logo. Ik ga richting de Fineboot logo. En ondertussen kijk ik de hele tijd achter mij of ze me niet random in één keer vinden. Zo. Even kijken hoor. Wie rijdt er achter mij? Een van de dudes is aan het beuken. Wat gebeurt er allemaal, jongens? Oh, er rijden zoveel busjes hier, hè? Daarom ging je naar industrieterrein. Zou dat zijn? Omdat een oranje auto heeft? Volgens mij spannen er automatisch meer busjes als jij zelf ook in zo'n auto rijdt. Zeg maar. Ah, niet handig. Oh, ik breng mezelf volgens mij nu zo erg. Ik kan ze straks gewoon een foto sturen en dat ik gewoon weer terug ga. Inderdaad, naar het vliegveld. En dat ik dan gewoon op de snelweg blijf. Risky.
Ronald, waar ben je, jongen? Gegroet, jongens, van het goede leven. Zal ik even een fotootje maken, een selfie? Ja, doe maar. Oh, jullie willen niet weten waar ik nu ben. Ik zit best wel op een mooie locatie. Ja, dat dachten we al. Hoezo? We dachten al dat jij voor de mooie plekjes zou gaan. Zou ik jullie een foto sturen van een muur? Nee. Doe maar wel van een omgeving. Oh man, jezus. Wat zie je op een foto? Daar zijn wij niet in de buurt, jongens. Ik weet niet wat ik zeg. Ja, jullie onderschatten mij, hè? Oh, hij is precies de andere kant op gegaan dan waar wij dachten dat hij heen zou gaan. Echt? Waar is dit? Oh shit, ze is helemaal daar! Dan is hij echt ver. Ik ben ver, ja. Oh nee. Oh. Ik ben hoe gaan we dat ooit vinden? Oké, wacht. Oh my god. Zeg maar, kom. Dan zou ik zeggen, 5, 4, 3, 2, 1, go! Let's go! Ik moet even weer naar de snelweg toe. Ik moet naar de snelweg toe om weer terug te gaan naar de stad. Als een vuile, vuile hond. Oké, maar dan moet ik eerst even kijken hoe we daar eigenlijk terecht komen. Of zou ik van die weggetjes blijven? Ja, ik ga gewoon die weggetjes weer volgen. Ik vind het wel fijn. Even die smerige... Oh. Wacht eens even. Hier moet ik niet naartoe. Ofwel, we kunnen even kijken. Misschien vinden we hier wat. En anders zitten we hier gewoon de komende 5 minuten. Ik denk dat ik een helikopter moet pakken. Oh, ik wilde net zeggen. Ik denk dat ik even een helikopter ga pakken. Ik ben in de buurt van een helikopter. Ik ga wel naar het noorden dan. Ik heb een redelijk snelle auto. Ja, ik niet zo. Maar ik ben al bij een helikopter, dus dat is chill. Gaat hij nou verder naar het noorden? Ik denk dat hij de stad weer in gaat. Denk ik echt. Ja, hij zit wel op een kruispunt daar. Maar ja, ik ben net aan de andere kant van de stad. Want ik was meer aan de kant van het strand. Ik ga gewoon de snelweg volgen, denk ik. Richting het noorden. Ja, ik denk dat jij hem in beeld moet krijgen. En dan dat wij hem daarna kunnen gaan pakken. Ja, ik ga wel zo snel mogelijk die kant op in ieder geval. Even dwars door de stad oversteken. Ik zit in een helikopter op dit moment. Ik had nog wel zo'n mooi begin. Ik verpruts het zo hard. Weet je wat? Ik blijf deze kant maar op gaan. Tot ziens. Totdat ik weer een zandwegje vind waar ik in kan gaan. Want ik ga zo'n mannetje wezen. Ik ga proberen... wel goed alles... Ja, hier zie ik weer een zandweggetje. Yes! Huppakee, deze gaan we nemen. Boom! Hoe kom ik op die snelweg? Ja, overal van die rode busjes en zo. Ja, waar is die gast? Ik rijd door de bush. Ah, ik moet echt op de weg komen. Hier is de weg. Yes. Oh! Ja, alles gaat goed. Ik ben op de snelweg. Oh, ik dacht echt dat je hem gevonden had. Nee. Helaas. Oké, zou die echt helemaal doorgaan door die tunnel en alles? Ik weet niet wat zijn idee is. Je hebt natuurlijk ook rechts die fabriek. Dat hij misschien wel denkt van... ze gaan me keihard voorbij crossen. Oké, ik heb weer een pad verder gevonden. We gaan gewoon... Oh, wacht eens even. Ik zie een helikopter. Oh, shit. Oh, fuck. Dit is hem. Is dit een helikopter die... Ja, een oranje busje op het windmolenpark. Yo, fuck! Nee, shit! Oh, shit. Hij gaat nu... Hij gaat richting de snelweg rijden. Heeft hij al gespot? Denk je? Ik weet het niet, maar hij rijdt gewoon bij de windmolens. Welke snelweg is dat? Links of rechts? Echt, helemaal aan de rechtse kant. Oké, daar ben ik ook. Oké, hij weet niet wat hij moet doen. Hij rijdt een beetje rond bij die windmolens. Dus heb je nog niet gespot waarschijnlijk. Shit, wilde gewoon een foto maken. Shit, ik haat je, Kevin. Ik haat je zo erg. Ik hoop echt niet... Oh, fuck this shit. Ik skip dit gewoon. Het spijt me, Kevin. Maar dit is anders één grote doolhof, hoor. De achterstukken. Ja, ten opzichte van de stad. Dus noordkant zit die dan. Ja. Als jullie mij zien vliegen, de helikopter. Ja, ik zie je. Oh, dat is ver weg. Ja, ik zie jou. Ik kom daar nu op af. Hij rijdt helemaal aan de achterzijde.
Ik rij nu op het treinspoor, kom ik aan met de beloven. Hij gaat richting het treinspoor. Hij is bij die huisjes, vlakbij het windmolenpark. Dan gaan we weer gewoon terug naar het begin. Weet je wat? We gaan wel weer naar het vliegveld toe. Maar hier... Ik denk dat ik ze hier kan tegenkomen. Boeien, we gaan het proberen. Of misschien hetzelfde zandpadje terugnemen waar we net ook in zaten. Oh shit. Ja, ze hebben me. Oh nee. Kut Kevin, nee. Weet je, we gaan hier de bocht op. Boom. Ja, nee. Ja, hij slipt. Zijn banden zijn lekker, of niet? Ja, sowieso een paar. Daar loopt hij. Pak hem. Oké, we moeten nou uitstappen en moeten hem pakken. Oké. Ja, maar... Oh. Wat doet hij nou allemaal? Ja, echt hè? Oh, hij gaat terug naar zijn busje volgens mij. Oh, hij heeft ons gedoord. Maar nee, hij gaat niet terug naar zijn busje. Oh nee, jouw auto staat vast. Kom op, pak hem. Ik ga ervoor. Oké, ik moet even mijn wapen wegdoen. Come on! Oh, die man die kan rennen als een gek. Oh, je gaat hier... Oh! Kom op, ik heb hem bijna! Ja, ik had hem! Ja! Oh, yes! Hey! Wat? Dat is terecht. Oh. Dat was ook terecht. Ja, Kevin, ik zag een helikopter. Ik dacht, oké, ja, ik ben fucked, want ik was gewoon de... Ik was daar bovenin, ik wist gewoon helemaal niet waar ik naartoe moest. Het was één groot doolhof daarboven. Nou, ik was de snelweg aan het volgen en ik dacht, zou die dat windmolenpark ingaan en daar een beetje gaan derpen? Zo van, hopelijk rijden ze me voorbij. Nee, mijn bedoeling was, mijn tactiek was om alle zandpadjes te pakken. Alle. Maar toen gewoon... zat je in het windmolenpark. Ja, en toen was ik, en toen zat ik vast. Oh, wat heerlijk. Ik heb één keer afgesneden trouwens. Oh. Maar daar heb ik een legitte reden voor. Het was daar één doolhof en ik dacht, je moet echt op een pad blijven. Ik dacht, ik ga wel één, vijf metertje, nee, nog niet eens twee metertje even. Maar je had het dus wel al heel lang gezien, of niet? Ja, toen dacht ik al, ik ben fucked.